Ik ga jullie in 3 lessen meenemen hoe je komt van een maagdelijk wit doekje tot een heel mooi schilderij, wat misschien later wel een plekje gaat vinden boven je eigen bank. We hebben hier het resultaat van heel hard werken. Het uitgangspunt was Bob Ros. En eigenlijk hebben we het idee opgepakt samen met de gemeente Rotterdam en samen met Pluspunt. En we zijn het gaan organiseren en we zijn het gaan starten. En vandaag het mooie resultaat na 3 schilderlessen. Wel trots zeker om het zo te zien. Ja, best wel, best wel. Ja. Ze zien een kunstenaar in me dus. Ja, ja. Vond u het leuk? Voor mezelf niet. Nee. Maar nou wel. Maar nu wel. Zou u het nog een keer doen? Oh ja. Ja? Echt hele mooie resultaten en ja, ik vind het gewoon heel leuk dat je ook van mensen terug hoort dat ze het soms wel lastig vonden, maar dat ze er ook plezier in hebben en het dan toch weer ook in door zijn gegaan en dat dit de resultaten zijn. Ik durf dus te zeggen dat ik technieken geleerd heb waarvan ik maar niet bewust was dat die bestonden. Ik had niet gedacht dat ik zo ver zou komen in zo korte tijd. Ik vind het leuk en na gesprekken met mijn kinderen hebben ze besloten om mij wat materiaal te brengen om te gaan leren schilderen. Af en toe doe ik dat als een hobby, maar nu krijg ik echt zin om het verder te kunnen doen. Dus daarom heb ik ook meegedaan met de wedstrijd, zodat mijn schilderwerk hier kan worden gebracht. Zoals Martin noemt, een hele rijke oogst, een hele grote diversiteit. Je denkt van, ik had dat nooit zo bedacht. Dus ook weer nieuwe ideeën opdoen, inspiratie doen. Maar ook vooral elkaar ontmoeten en gezellig samen zijn. Want dat is in coronatijd natuurlijk enorm erbij ingeschoten. Maar in het najaar gaan we nog een keertje een aantal mensen proberen te interesseren en te motiveren en te activeren. Om op een goede manier bezig te zijn met... In ieder geval met schilderen. Als ik het zo zie, dan denk ik van nou, dat zijn gewoon mooie werken geworden. En ik vind het gewoon dat dan zo'n project gewoon, als ik blije mensen zie, die trots zijn op hun werk, dan is het voor mij ook goed geslaagd.